Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. De laatste dagen van oktober. In oktober is het toch wel een redelijk natte maand geworden. Alhoewel het in de Achterhoek nog wel met viel. Op dit moment 70, 80 mm en er komt nog wat bij. Maar als je wat verder de landen ingaat, ik heb dat vaker gezegd, daar is het een stuk natter. Er zijn al plaatsen met meer dan 100 mm. En ga je helemaal naar het westen toe, dan is het toch behoorlijk nat. Noord- en Zuid-Holland zijn al plaatsen met meer dan 150 mm. En er zijn zelfs plekken waar 190 mm is gevallen deze maand. Dus een groot deel van Nederland toch wel behoorlijk nat. Maar hier mag het nog wel zo zijn. Vandaag hebben we ook een dag met toch wel redelijk veel bewolking. Er valt soms een klein beetje motregen, maar wat wel opvalt is eigenlijk de wind die stevig waait uit de meeste zuidwestelijke richtingen. En daarbij hebben we toch aardige temperaturen. 17 graden is het nog geworden vandaag. Vanavond dus nog wat neerslag. Komende nacht dan is het weer droog. Er zijn wat opklaringen. De wind die neemt ook helemaal af. En dan ligt de minimumtemperatuur zo rond de 12 graden. De foto van Gerrit Stronks uit Aalten. Ja, dat is echt een super plaatje. Je kunt zien dat de maaistraf is. Het blad ligt al op de grond. En het blad wat aan de bomen zit, dat kleurt allemaal nog mooi. Echt een herfstplaatje. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Vandaag, ik was nog even benieuwd hoe hoog het water in de IJssel stond. Want er is behoorlijk wat gevallen in het achterland. En het werd hier natuurlijk opgehouden bij de sluis die in 1953 is gemaakt. En dat was ook een beetje de voor om het verval in de IJssel wat op te vangen. En de IJssel ook bevaarbaar te houden. 2011 is het hier gerenoveerd. En het is eigenlijk nog best wel een kunstwerkje. Want hier lopen ook fietspaden en wandelpaden langs. Ik zou zeggen, kom eens een keer hier kijken en wandelen. En dat kan ook, kan misschien morgen vroeg al wel. Want morgen dan hebben we best wel een aardige dag. Vanuit het westen, zuidwesten, dan komen ook nog wat meer opklaring naar ons toe. Komt de zon de deur. Ja, en dan hebben we in de ochtend in ieder geval droog weer. In de middag is er wel wat meer bewolking. Maar ook dan bleef het nog lange tijd droog. Wat wel zo is, is net als vandaag, de temperatuur die komt buiten op een graad of 17. En dat is best wel aardig. En pas in de avond en de nacht naar de zondag, dan valt er weer wat regen. En in de nacht naar de zondag, het is het ook niet koud met 12 graden. Zondag, dan hebben we wat wegtrekkende regen in de ochtend. Daarna is het tijdelijk wat droger. En in de middag valt er opnieuw wat neerslag. En ook zondag, ja, toch wel een matige wind waarbij de temperatuur uitkomt op een graad of 17. En veel wind is er ook nog op de maandag. En dan houden we het ook nog niet helemaal droog. Maar droogperioden zullen wel overheersen. Maar dan wordt het voorlopig de zachtste dag. Want dan kan het zelfs nog 19 en lokaal nog 20 graden worden. En daarna vanaf dinsdag dan gaan we wel over naar wat stabiele herfstweer. Maar het wordt dan ook wat kouder met overdag temperaturen van 11, 12 graden. En s'nachts koelt het dan af naar 3 tot 5 graden. En als het wat meer opkloort en de wind geeft wat naar het oosten toe, dan kan het s'nachts ook wat vorst aan de grond geven. Maar al met al een natte afsluiting van de maand oktober. En november begint tijdelijk wat zachter, maar daarna wordt het allemaal wat frisser. Goed gedaan.